June 6th, 1979. A day not unlike many other days. But for thousands of people on both sides of the Atlantic, it was a milestone. A goal they had been working toward for more than 4 years had been met and surpassed. 3 weeks ahead of schedule, the Netherlands received its first two F-16 fighters. Ja, wij kennen elkaar al verschrikkelijk lang, want we hebben het laatste traject van de opleiding hebben wij ook samen gedaan, onze opleiding. Dus we zijn samen gebrevetteerd, we zijn samen naar operationeel geworden en we zijn samen naar Leeuwarden gegaan. En toen ging hij naar een andere school dan ik, en daar, maar we hebben elkaar eigenlijk nooit uit het oog verloren. We zijn altijd dicht bij elkaar gebleven. Nee, het was als basiscommandant golfwedstrijd georganiseerd voor de vliegbasis. Dat mocht toen op een gegeven moment niet meer. En toen besloot Barney om dat zelf te doen. En dan heb ik initieel daarmee geholpen. En sinds die tijd is die Invitational. En daar nodigen wij dus uit wie we leuk vinden. Ja, dat zijn dus allemaal vliegers, sowieso. Je moet vlieger zijn, anders word je niet uitgenodigd. Meest 104 vliegers. Natuurlijk ook later wat F-16 vliegers erbij. Maar ja, het zijn dus allemaal oude mannen. Ze zijn allemaal, ja, ik denk bijna allemaal boven de 60. Er zijn een paar rituelen die niemand ziet. En dan zien we elkaar weer en dan kijken we even elkaar aan. En dan hebben Barney en ik hebben een eeuwenoude groet die we altijd doen als wij elkaar zien. Deel van de cultuur is dus dat je dat soort kleine dingen doet. Dan kijken we elkaar aan en denken, weet je nog wel? Huh? En dan doen wij zo. Ja. Het schept een enorme band. Als je met elkaar hebt gevlogen en nou, je hoeft niet uit te leggen dat dat kameraadschappelijkheid brengt en vakmanschap en zo. En ja, dat straalt dat uit, hè. Wat voor mensen zijn oud-vliegers? Grijze rakkers zijn het. Met een grote mond. Nu wel. En een klein hartje. Ja. Je moet niet vergeten, als je met 100 man begint, jongens van de HBS, die willen vliegopleiding worden, dan gaan ze in de keuring, dan haal je er 20 over, maar die ga je aanvullen, nu tot 40. Die gaan de opleiding in. De eerste keer dat ze worden beoordeeld, vallen er weer 20 af. Dan doe je die klassen bij elkaar en zo ga je maar door. En op een gegeven moment aan het eind van het traject word je dan gebreveteerde vlieger. Dan zit je in een squadron, dan kijk je om je heen en allemaal anders. Ja, ze zijn allemaal anders, maar ze zijn wel allemaal hetzelfde. Ik weet wel dat ik met 200 man opkwam. 200 man die via de KMA vlieger wilden worden. En uiteindelijk gingen er 4 van die 200 gingen naar de KMA om vlieger te worden. En wie is er uiteindelijk vlieger geworden? Ik, enige. Het is ongelooflijk. En op een gegeven moment word je gewoon aangewezen. We waren in eerste instantie dus niet gekwalificeerd, omdat wij geen wapeninstructeurs waren. Dus ze zochten wapeninstructeurs. Nou, op een gegeven moment vielen er 2 af en toen moesten ze wapeninstructeurs, konden ze niet vinden. Dus werden er 2 vlieginstructeurs. Ze moesten er wel heel direct naartoe. Er was geen tijd meer om een instructeursopleiding te volgen. Vandaar dat ik erbij gekomen ben. In zijn geval was ik nog een beetje ervaring als instructeur, maar ik had een Cessna 152 gevlogen. En achterin IF, dus ik kwam in Amerika. Nou, zeg, dat was voor mij. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was benieuwd wat me overkwam. Jezus, nog een toe. De F-16 is gekocht in 76 en wij gingen in 79 al. Toen was dat ding dat. Ik ging in 78 voor het eerst naar de States voor een bezoek. Om te kijken op Hill Air Force Base. Samen met Willem Sneek, dus de baas van de TCA later. En daar stond de eerste F-16. De 001, die was daar net op de squadron gearriveerd. Dus dat was najaar 78 en wij gingen begin 79, ik ging in april 79 ging ik daarheen. Ja. Toen waren er iets van 6 F-16's of zo op dat squadron. Dat was werkelijk het allereerste begin van de F-16, wij keken ons ogen uit. Er stond een lijntje F-16 en er was een touw omheen gespannen, op de grond lag dat. En dan liep een kerel met een gun rond. En wee je gebeend als je over dat touw stapt om naar je vliegtuig te lopen. Nee, er zat ergens een openingetje in het touw en daar moest je door naar binnen. Nou, wij wisten we. Amerika was een totaal andere omgeving dan die wij gewend waren. Totaal anders. F-16 zelf was leeg. Er moest allemaal nog, ja, in die 40 jaar dat die heeft bestaan, is het uitgegroeid tot een van de allerbeste vliegtuigen überhaupt.
Dus zoveel ontwikkeling geeft in al die jaren. Maar toen ik ermee ging vliegen, die woog dat ding ook niks. Ik kan me herinneren dat ik de eerste keer solo mocht op een zaterdagmorgen in juni. Het vroor, Rocky Mountain, sneeuw. In mijn eentje mocht ik op die zaterdagmorgen vliegen. En of ik wel een EBIT take-off mocht doen, ja, dat mocht. Nou, ik schrok me helemaal te pletter. Ik had nog nooit in een single gezeten. En ik schoof het schatten voor EB en voordat ik eigenlijk de tweede keer had aangehaald, was ik een airborne. Ongelooflijk. Dus het was een... Impressive. En het was een hele nieuwe manier van de instructie geven. Ze zeiden hier gewoon, ja, we hebben een motor. Dat heb je hard en zacht. Dat heb je hier. En that's it. En dan je elektronica, nou, dat kun je aanzetten. Dat is heel, ik denk, oeh. Pragmatisch, echt pragmatisch. Dat gaan we doen als we in Nederland zijn. Van die hele uitgebreide instructie in Nederland kreeg je een paar cassettes en die stopte je in zo'n ding. En dan zat je in een soort mock-up van de cockpit. Ja. En er werd alles gepresenteerd en dan kon je een beetje met voelen aan de switches wat het allemaal was. En dat hebben wij meegenomen naar Nederland. Maar dat heeft niet, ja, het heeft wel een paar jaar geduurd, maar toen zeiden ze, nou, we gaan toch weer naar ons oude systeem. Dus dan moest je toch weer die hele motor uit elkaar kunnen halen, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, het is een zienswijze. De Nederlanders hadden natuurlijk niet gezien hoe ze het daar deden. En wij wel. One of the first of two rides in the air combat training in the States, I was in the F-16 in the front seat. And I said, what do I want to do now? And I wanted to do this maneuver, and I did it, and it was perfect. And it really was a joy to do it. You have a kind of idea in your mind, in the air, what you want to do to follow a target. In the previous aircraft, I never could do it. You always have to go to different corners, first to get some speed, or sneak behind a cloud, and then get them. The F-16 said, well, here I am, I want to go there, and then you do. Ik weet nog van het filmpje, ja. Ja, zo was het ook. Zo was het ook. Ik zat in die kist en het rook naar nieuwe auto's. En er zat geen hydraulische olie nergens aan. En de capaciteit van het vliegtuig. Als je in een staafvaarder ging zitten en je vloog 420 knopen, je trok aan die knoppen, ging dat allemaal, hield het op, want alle lift verdween van die korte vleugeltjes. Hier was een heel nieuw besturingssysteem met relaxed static stability. Als je er begon te trekken, ging je steeds harder. Ongelooflijk mooi was dat eigenlijk. Goh, wat was ik jong. You could say the F-16 is the best in the world. Any aircraft turning at his best here, you can outturn easily like that. Take a lead on him and shoot him right there out of the air. There's no problem at all. With your 9 Gs, I think that's the highest G limit there is on any aircraft in this world. Maar 9G doet pijn, kan ik je verzekeren. Dat wij in het begin 9G trokken, kwamen we terug en je lichaam was er helemaal niet op ingesteld. Dan kwamen we terug en dan hadden we onze onderarmen, waren allemaal rode spikkeltjes. Het was allemaal, al die haarvaatjes in je armen, waren allemaal gesprongen door die 9G. En als je dat trekt en je bent er niet helemaal op getraind om dat te trekken en wat je moet doen om dat tegen te gaan, dan ga je met de ambulance los. Ik ging dogfighten met de starfighter met Wilbrink, Henk Wilbrink, een van de betere vliegers. Nou, met alle kanten van het luchtruim heb ik gezien, maar elke keer keek ik om, zat hij dus achter me. En dan zei ik, god, Wilbrink, wat moet ik doen? Vertel nou wat ik... Je zit de hele tijd achter me, het is helemaal niet leuk. En ja, zegt hij, ja, jonkie, moet je luisteren. Je moet in het vlak blijven zitten. That's it. Later kwam die F-16. Toen kwam de video in de F-16. En dat veranderde de hele luchtmacht. Vroeger zei de grootste bek na een fight, ik heb je afgeschoten. En dat was dan meestal een oude iemand. Ja, ik heb je daar en daar, toen en toen, ja, heb ik een shot op je genomen. En dat was een kill. En dat roepen ze dan in de lucht, hè, kill. Maar niet, hij kon het nooit bewijzen. Het was alleen maar zijn zeggen. En ja, zo'n oude vent zei, oké, nou, dan heb ik verloren dus. Toen kwam de F-16.
En daar zat een video in. Dus je moest je video aanzetten en dan ging je dogfighting. En dan zei hij, kill! En dan kwam hij op de grond. En dan zei, oh nee, toch niet, nee. Dus die mannen met die hele grote bekken, die eigenlijk niet zo goed waren, maar met hun grote bek alles wel maakten. Die werden opeens van boven in de league, werden die degradanten in de hele klasse. Want ja, die konden het eigenlijk niet, maar maakten heel veel goed met hun grote bek. En die video, ja, dan moest je opeens iets bewijzen wat je gedaan had. Daardoor, dat je echt kon zien wat er gebeurde, is enorm naar boven ging. We werden toch vrij snel een betere luchtmacht daardoor. Fantastische luchtmacht geworden. Nu nog. De luchtmacht had iemand aangewezen om een nieuwe helm te ontwikkelen voor de F-16. En deze man had altijd laag gevlogen, waar veel vogels waren. En die zei, nou, die F-16, daar moeten we dus een stevige helm hebben. Die had dus helemaal niet nagedacht over die G. Dus die kwam met een helm, met dubbele visor, gebaseerd op de oude helm die de luchtmacht had. En toen kwam bij de instructeur en die zei, je moet een eigen helm kopen. Laten aanmeten, custom fit. En dan zul je eens even merken wat het verschil was. Dat moet je ook zelf betalen. Ik heb het gedaan. Ik weet niet hoe jij aan... Ik heb meteen een custom fit helm gekregen. Gekregen? Ik kan me niet herinneren dat ik hem zelf betaald heb. Ik kan me niet voorstellen. Ik kreeg meteen een custom fit helm van de Amerikanen. Ik had toch geen helm mee, volgens mij? Ik kan me nog heel erg zetten dat ding op met dat plakband. En die paardenman die zei, wat is dit in godsnaam? Nou, dan kwam er iemand uit Los Angeles. En die ging dan zo'n lichte... kan hem helaas niet vinden op zolder. Nou, Barney heeft zijn helm wel. Ja, maar ja, dit is niet die oude helm van toen. Want daar stond, weet ik wel, een F-16'tje achterop. Oh. En dat werkt ongeveer zo. Eens kijken of hij nog past. Ja hoor, dat past nog precies. Maar ik hoor jullie nou niet meer hoor. Hij past nog precies. Mooi. Ik kan er zo weer mee wegvliegen. Wij werden dus weggestuurd. Ze zeiden, jullie gaan die F-16 daar vliegen. En dat waren dus 5 man. Sneek, Schneider, Kropman. Wij met z'n tweeën en Kropman. Dat waren de 5. En er zou een 6e bij komen. Die zouden wij zelf opleiden op de TCA. En die 6 man, die gingen dus eventjes acclimatiseren daar in Nederland. En dan zou dus de luchtmacht langskomen. Dus alle vliegers die in de daarop komende tijd F-16 zouden gaan vliegen. En die zouden wij allemaal opleiden. Nou, en dat deden wij voor al die kerels. Nou, dat is dus begonnen in 1980. Begin 1980. Ja, dit is heel wat anders. Ja, dit is, blijft even prachtig. Een van de mooiste kisten binnen de KLM, in ieder geval waar ik ooit gevlogen heb. Het is absoluut de koningin van de lucht, dat mag je ook wel zeggen. Nee, dat F-16 is een buitencategorie. Sterker, sneller, het is gewoon enerverender. Ja, het is, moet ik goed begrijpen, is een heel verschil even over dit. Het verschil ook hier, de vliegtuigen die hier buiten staan. Dat zijn vliegtuigen die worden bedoeld om te vliegen. Een F-16 is een wapenplatform. Het is toevallig een vliegend wapenplatform. Dus het vliegen wordt bijna secundair gemaakt aan het wapensysteem opereren. Begin 87 kwamen ze erachter dat er nogal wat problemen waren met de capaciteit van de omscholing van de F-5 naar de F-16 op 323 squadron, op de TCA in 323. Daar hebben ze uiteindelijk gekozen om in 1987 van een tweetal klassen
een viertal vliegers uit te kiezen en om die dan met de Amerikaanse opleiding, dus met de Amerikaanse vliegers uit mijn klas mee te laten gaan. Dus na mijn opleiding in Shepard, in plaats van terug naar Nederland te gaan, zijn wij naar Holloman Air Force Base in New Mexico. Daar deden we lead in fighter training, lift, wat tegenwoordig Flint heet. En daarna met z'n vieren naar MacDill in Tampa, Florida. En daar kregen wij een volledig Amerikaanse F-16 opleiding. Het capaciteitsprobleem ontstond eigenlijk al ietsje daarvoor, omdat een groot aantal of een redelijk groot aantal vliegers uit de luchtmacht overstapten naar de burgerluchtvaart. Sneller en meer als dat ze hadden verwacht. Daardoor moest er versneld opgeleid worden. Dat kon het bedrijf gewoon niet aan. Dat kon de TCA gewoon niet aan. En daaruit hebben ze gezegd van ja, we moeten wel zoveel vliegers hebben binnenkort. Ja, dat was een soort, ik zou niet zeggen een noodgreep, maar het was wel in ieder geval een poging om te kijken waar ze heen konden. Later is daar natuurlijk Toussaint uit voorgesproten. Ik ben KMA'er, dus bij mij begonnen ze op mijn 30ste beginnen ze al voor te sorteren op een toertje Den Haag. Ik ben gewoon niet zo goed in vergaderen. Ik ben niet zo heel goed in heel veel praten. Ik heb liever dat iemand anders dan maar wat en dat ik dan het uitvoer. Dat vind ik veel fijner. Echter, ik heb in 1990 een vliegongeluk gehad. Voor mij was het niet zo'n ramp, maar mijn vrouw vond dat wel best wel vervelend. 1991 kwam er nog iemand om, Ed Gelens. 1992 Willem van Zuidam uit mijn klas. Een van die vier jongens waarmee ik in Amerika zat. Ja, dat deed wel bij mijn thuisfront wel het een en ander. En ook bij mij begon onder andere beginnen te komen een beetje, al die druppeltjes beginnen een beetje bij, het beginnen wel een beetje allemaal in de emmer te komen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, hou even, maar zo wil ik het eigenlijk allemaal niet meer. Ik had toevallig verleden jaar was nog uitgenodigd, ik ben wapeninstructeur, was uitgenodigd op een, op Leeuwarden. Ja, dat brengt wel weer een hoop terug en dan denk je wel van, ja, dat had ook wel mooi geweest om, als F-16 vliegen eruit te gaan. Ja, dat had ook wel mooi geweest. Ja. Mijn hele carrière is een beetje van hoogte naar dieptepunt gegaan. En dat, ja, ik heb gewoon heel veel. Ik zat in een squadron en ik kwam er als jonge jongen binnen met een paar hele gung-ho jongens boven mij. Die daar ontzettend aan het duwen waren en ontzettend gung-ho heel goed konden vliegen. Heel erg slim bezig waren met een mooi systeem, een mooi squadron op te bouwen. En daar kwam ik als jonge jongen, hobbelde ik daar gewoon een beetje achteraan. En dat, alleen dat meemaken vond ik al heel mooi. En het vliegen met zulke goede vliegers, ah, dat is een genot. Dat is echt een genot om te leren van de beste. Ja, dat is fijn. Dat is echt heel fijn. Red Flag, dat vond ik heel mooi. Het laagvliegen op Goose Bay. Ja, ik vond gewoon heel, ik vond echt heel gaaf, dat laagvliegen. Ja, daar zat dan meteen dat ongeluk met Leo Vocht in 1990 bij in Canada. Ja, dat zijn weer zo'n dieptepunt. Dus het gaat van een hoogtepunt naar een dieptepunt. Ja, ik denk wel dat ik terug mag kijken op een prachtige carrière op zich. Met een prachtige opleiding ook. Een vrij unieke opleiding. Omdat we als eerste naar Holloman Air Force Base en naar MacDill zijn gegaan. Het zijn er maar in totaal, dacht ik, maar vier klassen. Het zal in totaal een man of 16 geweest zijn. Die daar uiteindelijk gebruik van hebben mogen maken. Ja, ik ben wel heel blij dat ik deze kans uiteindelijk, op dat moment besefte ik me dat helemaal niet. Maar nu je terugkijkt, denk je, ja, het is eigenlijk ook alweer geweldig dat je dat allemaal hebt mogen meemaken. En dat, ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ja, in 1990 is natuurlijk alles veranderd. Want in deze opleiding was niet houdbaar, dit was veel te duur. Dus ze zijn eigenlijk vanaf dat moment al gaan werken naar een nieuw systeem, een nieuwe opleiding. En die opleiding is uiteindelijk gestart in 1990 in Tucson. En op die manier hebben ze zeg maar, dat stukje wat wij hebben gedaan, was zeg maar een tussenoplossing die ze even tijdelijk nodig hadden. Totdat ze het Tucson project konden starten. En dat was, ik denk, heel goed geweest. ...313 officier en squadroncommandant. Juni 88, Twente F-16. Tucson F-16 daarna. En de baas op 92. Ik ben commandant geweest van zeg maar mei 92 tot mei 95 in Tucson, Arizona. Tucson was geweldig. Qua weer, qua geluidsoverlast. Het is allemaal woestijnachtige omgeving, behalve Tucson zelf, waar 500.000 mensen wonen. En je had ook anderhalf uur nodig om de stad rond te rijden, want dit is allemaal laagbouw.
Er zitten een paar grote flats in het centrum van de stad. 5 of 10 dagen per jaar konden we niet vliegen vanwege windhoosachtig gebeuren en dat soort gebeuren. Maar voor de rest was het gewoon ideaal weer om te vliegen. 100 dagen boven de 100, dat is voor Nederlandse begrippen 38 graden. Alleen de vochtigheid is 2, 3, 4%. Ik heb natuurlijk honderden, echt honderden leerlingen vliegers gehad. En als je hier doorheen bladert door dat logboek, dan zitten er ook bij die generaal geworden zijn. Af en toe zie ik er nog wat op een reunie of weet ik wat. En dat is gewoon, vind ik gewoon, het uiterste ervaring om dat meegemaakt te mogen hebben. In 1994 hebben we een dramatische gebeurtenis gehad in Tucson, waarbij een Nederlandse F-16 leerling verongelukt is. En wat exact de oorzaak is, zal misschien nooit achterhalen, maar men denkt aan een G-lock. Ja. Kijk, de impact op mij, tuurlijk is zoiets groot, omdat het een van mijn leerlingen is. Maar ik heb natuurlijk de Koude Oorlog meegemaakt. Dat ik minstens 1 keer in de 2, 3 maanden een begrafenis had. En de eerste keer is dat zo'n emotionele ervaring. Want er komen 4 F-16's komen over. En precies op het moment dat de kist wordt gezakt in de begraafplaats, komen die 4 kisten komen over. En de nummer 4, die gaat steil omhoog en verdwijnt in de blauwe hemel. En dat is, oh, zeker de eerste paar keren, geweldig emotionele ervaring. Een heleboel mensen moeten dan ook van, hij gaat toch naar de hemel. Looking for the others down below, reaching for a higher place to go. It is here, they told me, you've lost your wings to fly, while yours was the Arizona sky. Yours was the Arizona sky. Sun shining down on the sight, together here in silence feels alright. But I know I have to leave you, for that part I can't deny. Yours was the Arizona sky. Yours was the Arizona. Moeilijke momenten, die zijn er altijd, zeg maar, en spannende momenten. Het ultieme dieptepunt natuurlijk, en daar was ik zelf niet bij toen het gebeurde, was het verongelukken van Julian natuurlijk. En ondanks het feit dat ik daar niet was, denk ik wel elk jaar aan hem. En ben ik altijd op de berg geweest op de 28e februari. En als ik langs het memorial rijd op de basis, dan niet iedere dag denk ik eraan, maar soms kijk ik wel naar die steen waar ik zijn naam zie en dan denk ik er even aan. En dan realiseer je weer hoe risicovol deze baan is, deze opleiding. Gevaarlijke momenten hebben we hier ook meegemaakt. Ik heb 2 studenten gehad die gegelokt zijn terwijl ze alleen in een vliegtuig zaten waar ik bij hing. En ik was naar ze aan het kijken over mijn schouder en ik zie ineens dat die kist niet meer beweegt terwijl we aan het dogfighten zijn, zeg maar, en richting de grond gaat en weten ze dat die jongen uit is. Precies hetzelfde wat met Julian gebeurd is. En dan praat je tegen ze gelijk, ga je roepen, knock it off, pull up, weet je wel. En dan is het natuurlijk fantastisch. Gelukkig allebei die keren begonnen ze te reageren. Eentje vlak voordat hij de grond invloog, zeg maar, waarvan ik toen eigenlijk in de lucht al dacht van, dit is afgelopen. Ik ben blij dat dat niet gebeurd is. En dan, ja, dan praat je daarover met de hele groep en dan gaan we gewoon weer verder. Je kan er niet te lang over stil blijven staan. Het is onderdeel van ons werk. Het is niet zonder risico.
Maar die jonge mannen gaan gewoon weer door en kunnen dat gelukkig allemaal wel een plek geven en realiseren dat dat kan gebeuren. En dan gaat de opleiding gewoon verder. Visibility en sky's clear. Jeetje man, 32 jaar Tucson, dat is echt een lange tijd. En om de laatste commandant te zijn, ja, dat is echt speciaal. Het is mooi, het is een eer. Het is jammer dat het stopt, maar als het dan toch moet stoppen, dan ben ik blij dat ik zelf de deur dicht mag doen. Ik was niet de eerste klas. Ik denk dat ik in iets van de derde klas zat. Ik heb eigenlijk nooit de nummers erop nageslagen, zeg maar ik zat wel helemaal in het begin. Ik heb mijn opleiding gedaan en ben begonnen in 91, begon mijn klas hier in Tucson. De klasse duurde niet zo lang toen ik er doorheen ging, ergens tussen een half jaartje volgens mij maar of zo. Dus ik was zeker aan het begin en nu sta ik in ieder geval echt aan het einde. Ja, het is apart. Het is een mooie tijd geweest. Mooie samenwerking, 32 jaar hier gezeten met een paar jaartjes Ohio ertussenuit. Als je dan kijkt wat we hier gedaan hebben al die jaren, ja, ik zeg het altijd, maar we hebben echt de backbone van de Nederlandse airpower hier opgeleid. 32 jaar lang jachtvliegers opleiden op deze locatie is niet niks. Ja, de samenwerking hier is altijd super geweest. De guard voelt als een familie. En wij zijn, ondanks het feit dat we niet geboren zijn in de guard, zijn we een stiefkind, denk ik, wat enorm goed opgevangen is. Ja, je kan daardoor wel terugkijken op een fantastisch mooie tijd. Ja, je bouwt een band op met dat vliegtuig. Het is geen machine, het is echt iets voor mij wat leeft. Ja, als ik dan naar mijn eigen kist kijk die achter me staat. Dat gaat wel emotioneel zijn als ik haar voor het laatst uitzet en wegloop en nooit meer in die cockpit kruip. Het is gewoon, ik heb straks tussen de 46 en 4700 uur in dat vliegtuig gezeten. 12 combat deployments gedaan. 32 jaar van mijn leven eraan aan gegeven en dan is het afgelopen, in ieder geval met dit vliegtuig, en dat is wel apart. Ik besef heel goed hoe dichtbij het einde van de F-16 is. Het feit dat we hier dicht gaan, dan is de klok is gehackt. Twee jaar later vliegen we gewoon nooit geen F-16 meer in de luchtmacht. Nederlandse defensie zonder F-16. Dat is een andere luchtmacht. Thank you.
Toen ik bij de luchtmacht ging, wilde ik F-16 vliegen. Toen ik me inschreef en de selectie ging doen en aangenomen wordt, keek ik nog naar de fighter als de F-16. En het is natuurlijk de afgelopen 40 jaar geweest. Voor mij was fighters al vanaf het begin af aan, er was eigenlijk niet echt een andere optie. Ik weet niet eens per se waarom, eigenlijk. Misschien omdat mijn pa F-16 gevlogen heeft. Toen ik de selectie had gehaald en toen ik tekende, wist ik dat het zou kunnen dat ik ook een heli zou kunnen krijgen. Maar mij is altijd verteld van, nou, als je gewoon zorgt dat je de beste bent, want de beste gaan naar fighters. Gewoon wat ik geprobeerd heb, is gewoon om de beste te zijn. En ik dacht van, nou, dan kom ik er wel. Ja, mijn pa is inderdaad ook F-16 vlieger geweest. Ja, wij hebben daar verder eigenlijk nooit heel veel van meegekregen. Mijn ouders hebben het altijd heel normaal proberen te houden. Van, ja, papa vliegt, dat is gewoon normaal. Het is niet zo normaal als dat vroeger bij mij gebracht werd, nee. Maar ik denk dat niemand echt kan snappen wat we doen, de rest van de vliegers. En dat zijn eigenlijk de enigen. En dus mijn pa. Ja, maar ik denk zeker als ik zo meteen naar huis kom en hier de opleiding heb afgerond. Ik denk dat ik talloze avonden tot in de diepe uurtjes door zou kunnen pilsen met hem. Want nu snappen we elkaar wel echt. Ik denk dat de nostalgie bij mij iets lager ligt dan misschien bij de wat oudere garden, maar raar dat het squadron hier in Tucson weggaat. Ik denk voor ons eigenlijk nog minder raar dan alle generaties voor mij, die hier natuurlijk al jarenlang naartoe komen om te trainen, die al veel langer F-16 vliegen dan wij. Ik denk dat ik en de anderen vooral heel blij zijn dat we in ieder geval nog F-16 kunnen vliegen, nog net, de laatste paar jaar. Ik ben zometeen de laatste F-16 vlieger, ik ga er weer in juli. Daar ben ik super blij mee en super trots op. Maar ik ben nooit klaar met leren. Hoeveel ik ook blijf vliegen op de F-16, op de F-35. Ik moet blijven leren en blijven studeren om steeds beter en beter te worden. Zometeen op een gegeven moment kun je wel wat. Je wordt beter en beter. Maar er zijn altijd gasten beter dan jou. En ja, je moet blijven knallen om dat niveau te proberen te halen. Ja, en de beste te worden. Ja.